Er zijn 9 supportersbussen meegekomen uit de Rijswijk. Zo'n 650 toeschouwers. En dat is best wel een prestatie als je bedenkt dat de Ter Werven iets minder dan 130 leden heeft. Geen jeugd, 4 seniorenteams, waarvan 2 selectieelftallen. Van de Beek, corner Ajax. Hoekschop is genomen, Neres. Met Overman voor zich. Schuurs kan uithalen en kan ook scoren. Want dat is van hem wel bekend. Dat hij een behoorlijke trap in het rechterbeen heeft. Zijn eerste officiële duel in Ajax 1. En de goal in de 10e minuut voor Ajax. Want de eerste de beste mogelijkheid die de Amsterdammers krijgen wordt gelijk afgerond. Dolberg, geen buitenspel. Er bleef er eentje hangen. En dit is de kans op 2-0. En Dolberg laat die kans niet liggen. Zo is het 2-0 voor Ajax in de 17e minuut. Kasper Dolberg scoort dus weer eens. Schuurs. En dan is het bijna 3-0. Wordt die bal nog op de paal getikt door de doelman. Dat is een knappe reactie. Van Veerman. Gravenberg dacht de 3-0 te hebben gemaakt. Maar dan was daar ineens die doelman. En we zitten in de stroopwafelkraam. Die zou zomaar eens kunnen toebehoren aan Delano Vogel. De nummer 6 van Ter Werven. Die is namelijk in het dagelijks leven exploitant van stroopwafelkramen. Die beunt dus dubbel bij vanavond. Voorzet van Bakker van de Beek. En zo is het 3-0. Nu zit Ajax op een moyenne van 1 doelpunt per 10 minuten. Dat houden ze met behoorlijke regelmaat vol op deze manier. Dan wordt het voor Ter Werven natuurlijk vanaf nu al een zaak om de boel toch een beetje binnen de perken te houden. Ja, zo sfeervol is dit kleine sportpark. En 4-0. Met de regelmaat eigenlijk van de klok. Eens in de 10 minuten slaat Ajax toe. Tevreden grijns op het gezicht van Zakaria Labiat. Vrijtrap Eiting. En daar ploft zo binnen. Daar zit Jari Liedman en Edwin van der Sar. Die won ook nog wel eens een beker. Eiting. Bal kwijt. Oh, daar lag wel wat ruimte. Dat had een 2-1 situatie kunnen opleveren voor Ter Werven. Paas komt niet aan. Labiat dan. Labiat. En die maakt er 5-0 van. En ik had het idee dat de doelman een voorzet verwachtte van Labiat. Maar hij doet het zelf in de korte hoek en maakt zijn tweede. Zakaria Labiat. Ekkelenkamp. Ekkelenkamp kruipt door sluipdeuren en een doelpunt voor Ekkelenkamp. En zo wordt het 0-6. In minuut 66. Staat er nog niet zo heel lang in Ekkelenkamp. Het is een fijn balletje door het centrum. Rijntjes kan er niet meer bij. En Ekkelenkamp rond het af, oog en oog met Veerman. Ter Werven probeert het. En dat doen ze helemaal niet gek. Want hier is Paas ineens in het 16 meter gebied. En dit is iets wat op een doelpoging lijkt. Sterker nog, het is de beste uithaal in deze wedstrijd. Tot nu toe van Ter Werven. Een Eiting, het schot geblokt. Gravenberg. En daar is het 7-0 door Ryan Gravenberg. 16 jaar oud, zijn eerste goal in Ajax 1. In een officieel duel. En dat viert hij ingetogen. In de wetenschap dat het de 7e goal is tegen een tweede klasse. Van Oostrom-Soede junior met de paas richting Mulder. Mulder met de voorzet. Oh jongen, toch! Oh, oh, oh. Paas. Nou. Ja, paas. Dit was je moment. Een Willy Carbo-achtige actie. Wat zit erop? Wat voor Ajax eigenlijk een niemendalletje was, een tussendoortje was. Was voor Ter Werven het hoogtepunt uit de 102-jarige clubgeschiedenis. Dit gaan ze hoogstwaarschijnlijk nooit meer meemaken. Dus zullen ze ervan genieten. Dan zullen ze tot in de lengte van jaren terugblikken op deze avond in Noordwijk. Die uiteindelijk met 7-0 verloren gaat. Maar daar zal uiteindelijk niemand het over hebben.